Hallo allemaal, nou hier is dan professor Explosie weer en welkom in mijn schitterende lab. Ja, vorige week hebben we gezien dat alles mogelijk is bij God, als je maar gelooft. En soms denk je dat iets niet mogelijk is, maar dan zie je uiteindelijk dat het gewoon wel kan. Nou, ik heb gewoon in datzelfde thema heb ik weer iets meegenomen. Lekker simpel. Je ziet hier één spijker, die is in het hout geslagen. En we hebben vandaag onze speciale gast, Nora, ook weer dochter van de koster. Ja, hoe verzin je het? Hè? Hoeveel dochters zou die hebben, vraag je af. Nou, dit is nummer 2, Nora. En Nora, ik wilde aan jou vragen. Denk je dat het mogelijk is om één spijker op die andere spijker te leggen? Nou, probeer het maar eens dan. Ja, het is gelukt. Kijk eens even, één spijker op de andere spijker. Nou, dat is een leuk begin natuurlijk, maar misschien kan je er ook 2 bovenop leggen. Probeer maar eens. Ja, kijk, zie dat evenwicht. Zie dat evenwicht. Oei, volgens mij heb je een beetje last van de aantrekkingskracht van de aarde. Zelfs 1 lukt niet meer. De aantrekkingskracht wordt wel heel groot nu volgens mij. Lukt niet hè, 2. Als ik je nu zeg dat het mogelijk is om er gewoon 11 bovenop te leggen. 11. Zonder dat ze de grond raken, zonder hulpmiddelen. Dat kan niet. Onmogelijk. Nou, ik ga je laten zien dat het mogelijk is. Daar hebben we een speciaal trucje voor. Ja, er zijn natuurlijk altijd speciale trucjes. Dan leggen we eerst een spijker leggen we zo neer. Dan leggen we een spijker leggen we er zo overheen. De volgende die leggen we er zo overheen. En zo gaan we gewoon een heel mooi tentje gaan we maken als het ware. Zo, die leggen we allemaal zo neer. Zo. Hartstikke idee. En dan langzaam maar zeker krijgen we een heel mooi tentje. En dan is het de bedoeling dat dit straks allemaal de lucht in gaat. Maar niet voordat we de laatste spijker, die gaan we erboven opleggen als een soort van balans. Zo is ons bedje is af. En nu is het alleen nog de bedoeling om hem erbovenop te leggen. Nou, dat is best wel een kunstig vak, heb ik gezien. Maar we gaan een dappere poging wagen. We gaan hem daarbovenop leggen. Maar zo zie je maar weer, je dacht van het is niet mogelijk, maar het kan dus wel. Het kan dus wel. Dus, nou dat was hem dan weer voor deze week. Ik hoop dat je het wel genoten hebt en ik zou zeggen, ja, probeer het thuis eens.